Een hele goede morgen en welkom bij Scheidhuis. Wel tevreden. Met Sam gaat het iets beter. Hij heeft vannacht heel goed geslapen. Jordi daarentegen wat minder, maar Niels is erbij gaan liggen. Het zit gewoon echt met de snot bij Jordi. Daar zit hij gewoon heel erg mee. Hij heeft silometriceline. Meer kunnen we niet doen momenteel. Of je nou hier zit of op school zit. Het is hetzelfde. Maar vanochtend, toen had ik dus Liam en Sam al klaar. En toen moest Jordi nog even. En meneer dacht bij zijn eigen. Ik kan ook gewoon kleien met mijn scheid. Alles staat onder. Ik heb zelfs een ander shirt aan moeten doen. Ik heb eigenlijk een joggingpak had ik aan. Ik heb heel snel boven een ander shirt aangedaan. En ben iedereen gaan wegbrengen. En ik heb het schoongemaakt, et cetera. Dus het is leuk. Leuk. Leuk om je ochtend zo te beginnen. Ja. Ja. Over een klein half uurtje moeten we weg. Ik ga namelijk met Sam naar de dokter. En niet omdat hij nou ziek is geweest. Gaat in verband met zijn oren, dat soort dingen allemaal. En ja, daarover ga ik even babbelen met de huisarts. Dus dat is wat we gaan doen. En daarna ben ik lekker thuis. En hoef ik pas om 2 uur weer Jordi op te halen. Dus. En daarna weer Liam. Dus ik heb even lekker rust. Hij heeft het door hoor, wat dekentjes voor zijn. Hij pakt voor het een dekentje. En dan gaat hij zitten. En dan gaat hij of tv kijken, of tablet kijken, of net wat hij wil. En dan zit hij lekker. Ja, heeft hij wel zijn grote broer afgekeken. Nou, hij heeft het door. Hij heeft het door hoe lekker het kan zijn om met een dekentje op de bank te zitten. Dus dat betekent, ik heb nu altijd 2 dekentjes op de bank liggen. Meestal 1 voor Liam en 1 voor Niels. Dat ik er 3 op de bank moet gaan leggen, want dat wordt van het weekend anders ruzie. Ja. Ah, wie is er weer thuis? Liam! Liam is weer thuis. Liam is weer thuis. Jij bent weer thuis, Liam. We hebben Jordi ook opgehaald. Jordi zit daar. Ik ben altijd op tijd op school voor Jordi. Ik werd gebeld toen ik hier al in de auto stapte. Het gaat niet zo lekker met Jordi. Hij heeft net overgegeven door de slijm. Wanneer kom je naar school? Ik zei, nou, rij nou aan. Oh, dat is mooi. Laat me even weten als je er bent. Dan komen we met hem naar buiten. Ik ben altijd ongeveer een kwartier van tevoren op Jordi's school. Doe eens niet. En ik heb dus Jordi eerder meegekregen, waardoor ik ook eerder op jouw school was. En toen had hij me al gezien. Mama! Ja. En toen had hij me al gezien, dus toen heb ik hem ook meegenomen. Mama. En je had de ouwe op je vinger, hè? Laat eens kijken. Hij had de ouwe op zijn vinger gedaan. Die heeft jou een kusje erop gegeven, hè? Hier zo. Ik ook een kusje opgeven. Mama ook een kusje opgeven. Dus dat. Ja, we zijn dus weer thuis. En ik had jullie volgens mij nog niet verteld hoe het bij de huisarts is geweest met Sam. Sam gaat ook naar de KNO-arts. En ze heeft ook daarin aangegeven dat misschien Kentalis verstandig is erbij te betrekken. In verband met zijn spraak. En wat hij hoort en wat hij niet hoort. En misschien buisjes. Ja. Dus dat. Daar hebben we in december ook een afspraak voor. Dus we hebben in december een operatie. Voor jou. Dat is tussen kerst en oud opnieuw. En dan hebben we een afspraak bij Kano. Voor Sam. Hé hey, jongen. Ja. Jouw haar hè. Ja, mama's haar. Ziet er al uit. Ja. Mama's haar. Mama, kusje.
ik hou van jou. En jouw mama gemist, hè? Daarom wil je even mijn mama knuffelen. Je bent lief. Maar goed, ik ga heel eventjes... Mama. Ja, mama, hè? Dat is mama's piercing. Dan moet je altijd aan dragen. Ik ga heel eventjes verder hier met de kinderen. Niels komt dadelijk ook thuis en dan kan ik eten gaan maken. En dan begint het weekend voor ons. En we gaan leuke dingen doen dit weekend. Maar daar ga ik jullie vast nog wel over vertellen. Ik heb noedels met groenten gemaakt en kip. Daar zitten ze te eten. Jordi wordt momenteel geschoond, maar dit is het bord van Jordi. Alles kort en klein gesneden. Dit is het bord van Niels. En ik had nog wat over. Dus ik heb ook nog wat hier in een bakje voor mijn opa. Dat doe ik tegenwoordig wel vaker. Als ik iets over heb, dan gaat dat naar mijn opa toe. En dan heeft hij er nog plezier van. Hey, goedemorgen. Vannacht is hier de hel losgeslagen. Vannacht is hier de hel losgebroken. Jordi die is aan het kotsen gegaan. Op een gegeven moment hadden we die eindelijk geslagen. Was die lang bij hem. Ik had nog water hier staan van het poetsen. Jordi die had alles ondergekotst, alles opgeruimd, een paar keer al, was aangezet enzovoorts. En toen sliepen we eindelijk allemaal. En om 2:45 waren in één keer die andere twee wakker. Sam had zijn bed ondergekotst, dat heeft Niels allemaal opgeruimd. En Liam heeft dan naar beneden nog gekotst. Dus ja, yay! Ik moet wel zeggen, ze hebben een goed cadeautje voor me. Ik ben maandagjarig. Dus één ding is zeker, ze hebben een goed verjaardagscadeautje gegeven. Lekker de griep. Ja, morgen komen mijn ouders, moeder van Niels en mijn opa. En dan gaan we gewoon metten. Ik ga er zo boodschappen voor doen. We gaan er wel gewoon door laten gaan. En, want ze zijn ook blij als ze opa en oma zien enzovoort. Dus ja, dat gaan we doen. En ja, we gaan het zien hoe we wat. Vannacht heeft Niels dus beneden gegaan met alle kinderen. En ik ben gaan slapen. En nu ligt Niels op de bank met de kinderen. En ik ga daar boodschappen doen. En daarna ga ik boven aan de slag, omdat het één groot slagveld is. Ik heb wel al was weer aangezet en alles. Ik heb echt veel en veel en veel was. Ja. Ze hebben denk ik 3 keer hun beddengoed naar onder gekitst. Bankkleden. Hun eigen kleren. Ja. Ik heb er wel aan staan. Jordi slaapt eindelijk. Daar zit de tweede Power Ranger en daar zit de derde. Gaat het goed? Oh, ben je niet zo lekker? Hoe gaat het met papa? Stabiel. Het is al een lange dag op de rug van 3:15. En mama maar slapen. Oh ja, jij hebt me ook laten slapen. En je zei ook van, blijf jij maar slapen. Ja, het heeft geen zin om met 2 uur wakker te zijn. Daarom. En jij kan daar iets beter als dat ik dat kan. Mm-hmm. En ik heb heel veel te doen vandaag. Dus hij kan vanavond ook gewoon slapen als de kinderen weer in bed liggen. Toch? Mm-hmm. Dus, ja, dat. Ja, ik ga heel eventjes mijn spullen pakken. En dan ben ik zo pleitos. Ik heb alle boodschappen gedaan voor vandaag. En morgen. En maandagochtend. Nu is het tijd om boven te poetsen. Ik ben al begonnen. Ik heb alle bedden afgehaald. En overal waar je komt ruik je kots.
Dus ik heb alle ramen heb ik losstaan. En ik ga gewoon overal schoonmaken nu. Want ja, dan gaat die geur misschien weg. Dus dat is wat ik ga doen. En ja, ik neem jullie daarin niet in mee. Want ik wil gewoon heel even een podcastje aan. En geen geur aan mijn hoofd. Niels is beneden met de kinderen. De een heeft wel geslapen, de ander heeft niet meer geslapen. Maar ik ga in ieder geval zorgen dat ze vanavond op tijd naar bed kunnen. Ik ben klaar met poetsen. Dat moet ik nog opruimen beneden. En dit is moed naar beneden, beneden. Want het is voor vanavond schone dingen op de bank. Voor de rest heb ik hier alles schoon. Ik heb nu alles beneden gezet. Kamertje van Sim. Schoon beddengoed. En het kamertje van Jordi. Ook schoon beddengoed. Hij is wel aan de diëtes nu. Maar daarom ben ik ook blij dat hij die botox heeft gehad. Want hij houdt het niet op. Dus dat is goed. Kamertje van Liamke. Dus het is allemaal klaar. De douche. Dit is was, moet ik nog wassen. Maar die is ook helemaal schoon. Dus dat heb ik allemaal geregeld. Alles is weer kotsvrij. Ik ben ook door al mijn kots was heen gelukkig. Dus dat is mooi. En ja, nu moet ik beneden nog van alles doen. Maar beneden liggen de zieke kindjes en Niels. Dus ja, die ga ik nu ook niet filmen, want ze zien eruit. En goedemorgen. De kindjes hebben vannacht heel goed geslapen. Ja, je hebt goed geslapen, hè? Ja. Jordi ook. Jordi was pas om 10 uur wakker of zo. Dus die heeft echt goed geslapen. Die heeft lang geslapen ook. Dus hij is helemaal prima. Niels die is nu niet lekker. Altijd zo, altijd. En dat is altijd wel grappig. Met mijn verjaardag is altijd iedereen ziek, zwak of misselijk. Dus ja, het is zoals het is. Maar vandaag gaat het gewoon door. Morgen ben ik jarig. En dan komt er niemand, want we vieren niks. Maar ja, onder sommige dingen kom je eigenlijk gewoon weg niet uit. Waaronder mijn ouders en mijn schoonmoeder en mijn opa. Dus die komen vandaag en dan gaan we gezellig gourmetten. Voor de kindjes en poffertjes. Dus ja, dat. Helemaal prima. We gaan het zien. De grijze dakduif is hier nu geweest. En hij heeft grote blokken gebracht. Hij grijze dakduif. Dan zit ik er ook bij. Hij is een beetje een joker. Ja, grijze dakduif. Ja. Ja. En dat is ook de andere grijze dakduif. Daar kan zij niks aan doen. En, maar we gaan dadelijk nog wel wat meer grijze dakduif dingen doen. Ja, ja. Ja, dat is erg zacht. Ja. Dan moeten we ook. Zie je? Hij herkent hem gelijk. George, zegt hij. George. Laat maar zien. George! Ja. Waar is dat? Nou, wat een reactie, Sam. Wat een reactie. Wat zou dat zijn? Oh, zie je dat? Wat is dat? Allemaal cadeautjes. Allemaal cadeautjes? Wat is er gebeurd? Allemaal cadeautjes, oma. Sam. Arnold heeft er ook. Oh, wat is er allemaal gebeurd? Even wachten op Sam. Sam. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Wat ze halen. Kom eens kijken. Ja, is kijk nou eens. Wauw. Wauw. Zal mama dan naar binnen halen? Nee. Gaan we ook kijken?
Hier blijven. We gaan de cadeautjes naar binnen. Wachten. Dit is niet voor jou. Dit is voor Jordi. Je moet even wachten. Doe deze maar aan oma geven. Oma Marietje. Nee, die is niet voor jou. Oma Marietje. Wat? Die is voor oma. Een horloge. Is dat een horloge? Doe maar even bij oma neerleggen. Blijven we hier neer. Want er zijn nog meer cadeautjes. Ja, die is voor Sam. Wauw. Hier is het cadeautje. Hier is het cadeautje. Hij trekt zo hard het papier. Ja, wacht even, schatje. Oh, kijk eens, Sam. Liam, kijk eens. Hier, Liam. Wacht maar even. Nou, de rust is weer een heel eind wedergekeerd. Ik mis een onderdeel. Opa is bezig met de rol. Liam. Hoe is dat dit? Vroeger kreeg ze suikerbeestjes. Suikerharten. Is dit toch? Ja, ik denk het wel. De misschien is dat wel een tol-ding, zeg maar. En nog ik denk dat het een tol is. Kijk maar. Ja. Hier zit de kaart. Ja, ik denk dat het dat is. Morgen rollen met speculaars. En nou ga ik alles klaarmaken voor het groenten. We hebben ook al gebak gehad. Ik had kersen met banketbakkersroom en amandelencake gemaakt. Ik heb pepernotencake gemaakt. Hebben ze allemaal lekker van gesmuld. Maar nu ga ik voor het gourmet aan de slag. Heeft iedereen te drinken? En ze verre wel. Jullie drinken. Nog even en dan is deze mama jarig. Mm-hmm. Maar dat ben ik nu nog niet. We hebben al heel veel opgeruimd. Mm-hmm. De kindjes blijven morgen thuis, hè? Want ze zijn niet fit. Nee, ze zijn echt niet fit. En Jordi's kont is gewoon wat we weer geheeld hadden, dat is gewoon weer helemaal kapot. Mm-hmm. Dus dat. Maar het was heel gezellig, toch? Ja. Ze waren allemaal blij met hun cadeautjes. Mm-hmm. Dus dat. Dan kunnen ze morgen mooi weer spelen. Ja, ondanks dat ze niet lekker zijn, kunnen ze gewoon morgen hun ding doen. Mm-hmm. Dus we gaan het allemaal wel zien hoe het loopt. Hoe voel jij je eigen? Ja, wel redelijk. Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Dus we gaan het allemaal zien. We gaan deze upsilon afsluiten en ik ga nog heel even editen en nog wat opruimen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.